Niet Arjen Lubach, maar de mannen van even tot hier maken tegenwoordig de meest bekeken en dus belangrijkste satirische tv-show van het land. Het nieuwe seizoen is gisterenavond van start gegaan en het hoofdonderwerp was Pieter Ontzicht. De heren vallen hem in de uitzending keihard aan, omdat hij te conservatief zou zijn. Eigenlijk is Ontzicht gewoon een soort SGP-lite, willen de heren zeggen. Hij heeft vorig jaar tegen het schrappen van de verplichte vijfdaagse bedenktijd bij abortus gestemd. Dat is op zich niet zo raar, want voor Pieter is vijf dagen bedenktijd nog steeds de snelste beslissing die hij ooit heeft genomen, sneert Jeroen Wu. Jeroen merkt ook op dat het wel gek is dat ontzicht het niet zo op heeft met vluchtelingen, want Pieter wil niet het torentje in, omdat hij het moeilijk vindt om zijn familie achter te laten in Enschede. Collega Niels van der Laan, maar je gezin achterlaten in Syrië? Dat is dan weer geen probleem voor Pieter. Dat is gek. Het ging ook nog over het verkiezingsprogramma van ontzicht. Journalisten kregen vlak voor de presentatie daarvan wel heel korte tijd om het document in te zien, namelijk zeven minuten, al dus de mannen. Daardoor was er volgens hen nauwelijks ruimte om hem op dat moment goed te bevragen. Niels komt vervolgens met een behoorlijke sneer aan het adres van een van onze volkszangers, het enige wat je in zeven minuten kunt lezen is de autobiografie van Dries Roelvink. Hup, en klaar. Dan heb je nog tijd over. Later in de uitzending komt even tot hier met een knipoog naar het RTL-verkiezingsdebat. Daarin moesten de lijsttrekkers in de slimste mensstijl kiezen door welke BN'er ze een vraag gesteld wilden krijgen. Ja, dat heb ik gezien bij serieuze programma's. Dan moet dit, want anders hoor je er niet bij, hè? Aldus Jeroen. Niels heeft er echter helemaal geen zin in. Moet ik iemand kiezen? Een van deze mensen? Dries Roelvink? Dan leest de echte Dries Roelvink een vraag voor. Een van de andere vraagstellers is Patty Bart, maar zij komt niet meer aan de beurt. Niels, Patty Bart? Nee, nee, nee. Ik wil dit helemaal niet. We gaan dit niet doen. Ik ben toch geen RTL-verkiezingsdebat. Ik ben toch volwassen. Kom op, zeg, joh, dit gaan we niet doen. Ik wil dit niet. Weg, weg, BN'ers. Petty, maar hoezo? Niels, omdat ik het niet leuk vind, Patty. Petty loopt dan boos weg, ik sta hier toch niet voor niets in mijn panterpak in mijn panterkamer. Ik stuur gewoon een factuur.